Iemand plaatst het dus over de kinderen heen. Ik denk het. En daarom worden hun dromen gek. Ik denk het. Maar wie doet nou zoiets? Geen idee. Zit maar één ding op. En dat is? Zelf proberen. Zelf proberen? Zelf proberen, zien wat er gebeurt. Riskante onderneming, lijkt mij. Ik ga hier op tafel slapen. En dan blaas jij dat zand. Blaas je over. Blaas je over. Oh, Robert. Ja, blaas je over mij heen. Goed. Dus ik ga slapen. Oh, zie ik mijn slaaplied? Nou, dat lijkt me geen goed idee. Ja, kan jij best. Nou, dat is mijn toonsoort. Zing! Prima. Slaap zacht, slaap zacht. Kom, laat de nacht nu maar komen. Laat de slaap nu maar komen, want slaap vaak, klaas vaak, die brengt je naar dromenland. Oh, ik verlang zo naar dromenland. Laat maar, zo doe ik natuurlijk geen oog dicht. Ja, maar ik zei toch al... Ik ga zelf zien. Slaap zacht, kom laat de slaap nu maar komen. Klaas vaak, die brengt je naar dromen. Slaap ik al? Nee. Nee? Oh, nou, dan probeer ik het nog een keer. Kom laat de slaap nu maar komen, want kraftaak die brengt je naar dromenland. Waar was je lading op je wacht? Klaas, Klaas, slaap je al? Ja, hij slaapt. Willen jullie mij helpen? Ja! Wat zeggen jullie? Willen jullie mij helpen? Ja! Ik tel tot drie, dan pak ik het zwarte toverzand erbij en dan blazen we het allemaal op ons allerhardst over Klaasvaak heen. 1, 2, 3. De nacht voorbij, zo druk bezit. Het werk is me vannacht alweer gedaan. Nu ben ik vrij, ik kan naar bed. Maar morgen start ik weer van vooraf aan. Zo heerlijk in mijn eigen zandkasteeltje. Mijn fijne huisje, mijn juweeltje. Nu ook alle papa's en mama's.